10 juli is het zover. Paddling for Justice. Dit jaar gaan wij met een groep mannen paddelen voor IGM, International Justice Mission. Zij zetten zich in tegen slavernij in deze wereld. En wij willen dit jaar onze bijdrage op onze sportieve manier, zoals we al meer dan 10 jaar mogen doen, voor goede doelen voor kinderen, voor IGM doen. Ons doel is om kinderen te bevrijden uit de slavernij, uit de seksslavernij, die zo schrijnend is, die zo pijnlijk is, die zo frustrerend en woedemakend is. En wij willen hier hun in ondersteunen. Wij willen geld op gaan halen om hun belangrijke werk te doen. Mijn merk is Rad Dad, staat voor Radical Dad, voor radicale papa. En dat betekent dat ik radicaal vader wil zijn voor mijn gezin, maar ook voor andere kinderen als vaderfiguur, strijden voor het onrecht wat hen wordt aangedaan. Ieder kind verdient een veilig thuis, een veilige leefomstandigheden. En wij hopen op deze manier IGM te kunnen helpen. Willen jullie ons helpen? 10 juli gaan wij paddelen. Maar willen jullie het ondersteunen? Willen jullie donaties doen via onze website die we hiervoor opgezet hebben? Willen jullie onze bemoedigingen sturen? Willen jullie ons delen in jullie netwerken? Zodat we met heel veel mensen heel veel goeds kunnen doen. Zodat wij kunnen strijden. En soms lijken druppeltjes op een gloeiende plaat. Maar elke druppel is er één. Als er heel veel druppeltjes regenen, zal die plaat afkoelen. Daar ben ik van overtuigd. En het is nooit, nooit, nooit verkeerd om te strijden tegen onrecht. Om te strijden voor kinderen. En om het goede met deze wereld voor te hebben. Doen jullie mee? 10 juli gaan wij. Gaan jullie met ons mee? We hopen het. We gaan ervoor. En we wensen jullie God zegen. En we bidden voor God zegen over ons project. Dat wij veel goeds mogen doen. En deze wereld mogen veranderen. Omdat wij geloven dat het goede zal overwinnen over het kwade. Dankjewel voor je tijd. En ik wens jullie God zegen toe.